Goedemorgen allemaal. We gaan van start. Allereerst van harte welkom aan alle aanwezigen. Bedankt voor de deelname. Mijn naam is Pim Haan. Ik verzorg dit webinar samen met mijn collega Bas Dols. We zijn beide deel van ons Inside Sales Team bij GADAC. Het webinar zal ongeveer 15 minuutjes duren. Eventuele uitloop naar 20 minuten. Mocht u tussendoor vragen hebben, dan kunt u ze stellen. Aan de rechterzijde is een vraag en antwoord balk daarvoor. We proberen deze al direct tijdens de sessie te beantwoorden. Dat zal mijn collega Bas al daarvoor zorgen. Mochten er eventueel vragen zijn die we nog aan het einde van de sessie behandelen, zullen we dat ook doen. En mochten er vragen zijn die we niet direct kunnen beantwoorden, zullen we daar per mail sowieso ook op terugkomen. En tot slot zal ook de sessie worden opgenomen. En die zal dan later met alle deelnemers, met alle aanwezigen worden gedeeld nog. Nou, het doel van dit webinar, we willen even een live demo geven om en dan eigenlijk GADAC.com uit te leggen en dan meer specifiek op de Mijn GADAC omgeving. We willen daarmee ook Mijn GADAC toegankelijker maken voor jullie als klant. En zodat u ook zelf de vrijheid heeft om uw persoonlijke situatie in te zien, zaken te wijzigen en ook zaken met betrekking tot GADAC zelf te kunnen regelen. We willen u laten zien wat kun je ermee en hoe werkt het. En uiteraard, mocht u onze hulp hierbij nodig hebben, we staan altijd standby. We zijn telefonisch te bereiken via de mail. Onderin rechts in beeld op GADAC.com is ook een knop voor een chatfunctie. Dus op die manier zijn we te bereiken. Om te beginnen wil ik graag even een kort filmpje laten zien. Dat alvast om even een beeld te geven van GADAC.com in een notendop. En daarna zal ik dan doorgaan met de demonstratie. Dus allereerst even een filmpje ter introductie. Het introductiefilmpje. Dan wil ik graag overgaan even tot een live demonstratie. En aansluitend dan kunnen aanvullende vragen gesteld worden en uiteraard ook tussendoor. En dan zal Bas alvast proberen te beantwoorden. Nou, ik ga even naar GADAC.com. Als het goed is, is mijn scherm nu op dit moment zichtbaar. Wat ik als allereerste graag zou willen laten zien is hoe maak je een account aan? Dit is natuurlijk gewoon de basispagina, GADAC.com. En hier rechtsboven, daar is te zien Mijn GADAC. Maar uiteraard zijn er alleen maar bedrijfsgegevens zichtbaar als we ook ingelogd zijn, daadwerkelijk. Nou, in dit geval ga ik eerst even laten zien hoe maak je een account aan. Als je die nog niet hebt, hier zit een knopje Maak een account aan. Ik kan hier mijn e-mailadres invullen. Ik kan daarbij zelf een wachtwoord kiezen. Ik herhaal dat wachtwoord en ik klik op account aanmaken. Nou, vervolgens krijgt u een e-mail. In die e-mail daar zit een verificatieknop in. En zodra u op die knop geklikt heeft, dan is uw account actief. En dan vervolgens kunt u inloggen. Maar is het belangrijk wel dat wij dat e-mailadres al kennen en achter de schermen bij ons in het systeem gekoppeld hebben, natuurlijk aan de bedrijfsgegevens. Dat is wel belangrijk, zodat wij
zodat u ook kunt zien zeg maar, wat de bedrijfsgegevens en uw situatie is. Mocht dat nog niet zo zijn, dan kunnen we dat altijd, kunnen contact opnemen met ons en dan koppelen we op de achtergrond koppelen we e-mailadres dan naar de bedrijfsgegevens. Nou, nu voor deze demonstratie zal ik even inloggen met een e-mailadres van onze eigen licenties. En dan ziet u rechtsboven zo meteen mijn collega Armand, die de beheerder is van deze licenties. Nou, dan zijn wij ingelogd. Wat ik als allereerst wil laten zien is mijn contract en producten. Als ik hierboven op mijn naam klik, of in dit geval op de naam van mijn collega. In het scherm dan zien we eigenlijk alle contracten en producten die wij afnemen. Nou, in dit geval kan ik ze ook allemaal openklappen. Dat zijn er 4 zoals je kunt zien. En elk contract bevat een aantal producten. Ik klap ze weer heel even dicht. En bij elk contract kunt u dus ook zien wat is het contractnummer, welke producten zitten erin, wat is het serienummer van het product, hoeveel gebruikers heb ik daar, wanneer loopt dat contract af, wat is de looptijd van het contract, wordt het contract automatisch verlengd, ja of nee. Dat zijn eigenlijk allemaal dingen die zo op één in één oogopslag te zien zijn. Nou, op het moment dat een contract binnen 90 dagen van de vervaldatum zit, zoals bijvoorbeeld bij dit contract het geval is, dan is er een mogelijkheid om dat contract direct via hier te verlengen. Nou, in principe, als een contract op automatische verlenging staat, hoeft u als klant niks te doen. Wij sturen u wel altijd een notificatie dat het contract op een bepaalde tijd gaat vervallen. U kunt zelf inloggen en het zelf doen, maar zou u niks doen, zullen wij altijd gewoon voor u automatisch verlengen. Op het moment dat u automatische verlenging uit heeft staan, nemen wij altijd dusdanig contact met u op, totdat wij weten of het contract wel of niet verlengd moet worden. Nou, in dit geval wil ik u laten zien hoe dit contract te verlengen is. Er zit een verlengknop achter. Als ik daarop klik, dan krijg ik in het volgende scherm een paar verschillende opties. Ik kan dit contract gewoon zeg maar recht toe recht aan verlengen. Nou, het is een contract van 12 maanden, dus daarmee verleng ik hem voor 12 maanden. Dan klik ik hier op de knop checkout. En dan ga ik mijn bestelling, mijn verlenging verder afmaken. Er is ook een extra mogelijkheid om bijvoorbeeld de looptijd aan te passen. Nou, dit contract loopt oorspronkelijk van 23/4/2022 tot 23/4/2023 wordt dan, als ik het met een jaar verleng. Maar ik kan hem ook koppelen aan een van de andere lopende contracten. Waarbij ik dan ook betaal voor een resterende looptijd voor of 5 maanden of 9 maanden. Afhankelijk van welk contract ik kies. Nou, stel voor, ik wil mijn aantal contracten verminderen bijvoorbeeld, om het overzicht te vereenvoudigen. Dan klik ik bijvoorbeeld dit contract aan, waarmee ik hem samenvoeg. Nou, prijzen worden automatisch dan berekend naar aanleiding van de resterende looptijd. Vervolgens klik ik op checkout. Nou, dan kom ik vervolgens eigenlijk al direct een heel stuk in mijn bestelproces. Stap 1 en 2 slaan we in principe over uw gegevens en betaalmethode, omdat die vanuit de historie al bij ons bekend zijn. Dus we komen eigenlijk direct in stap 3 overzicht. Maar mochten wij hier iets in willen wijzigen, kunnen we uiteraard terugklikken en eventueel gegevens aanpassen of een betaalmethode aanpassen. Hier kunnen we dat ook middels deze 3 knoppen. Dan kunnen we hier nog eventueel een e-mailadres invullen voor een crediteurenadministratie, zodat we daar de factuur naartoe kunnen sturen. En hier kunnen we een referentienummer invullen, zoals bijvoorbeeld een PO-nummer die we dan vermelden op de factuur. En vervolgens klikken we op bestelling plaatsen en dan zijn we in principe klaar. Maar vervolgens, stel u voor, u kunt niet meteen een beslissing maken bijvoorbeeld, of er moet eerst nog een seintje naar bijvoorbeeld de financiële afdeling. En u zou uitloggen en u zou op een later moment terugkomen. De winkelwagen wordt bewaard en u kunt altijd hierboven op het winkelwagentje klikken waar nu een 1 bij staat. Dus ook als u op een later tijdstip opnieuw inlogt. En dan ziet u altijd gewoon weer opnieuw uw winkelmandje staan. En u kunt u van hieruit opnieuw verder de bestelling afmaken. Ik ga heel even terug naar mijn contracten en producten.
Want er is ook nog een optie om bijvoorbeeld een contract te wijzigen. Maar achter elk contract, daar staat een pennetje. Maar stel voor, ik wil bijvoorbeeld dit contract wil ik wijzigen. Dan klik ik hier op die pen. Vervolgens wil ik dan bijvoorbeeld het aantal gebruikers. Dat is in dit geval is dat 1 gebruiker voor Full Professional. Wil ik ophogen naar 3 stuks. Nou, dan maak ik hier bijvoorbeeld een 3 van. Hij berekent automatisch dan de prijs voor die aanvullende 2 licenties. Voor de resterende looptijd bovenop dit contract. En opnieuw ga ik dan naar checkout. En dan zie ik ook deze in mijn winkelmandje terechtkomen. Vanuit hier zit ik weer direct in het overzicht. En als ik nu weer bijvoorbeeld hier op mijn naam klik en ik klik op mijn winkelwagens, dan zie ik dat ik nu op dit moment ook 2 verschillende winkelwagens heb met 2 verschillende producten erin. Ik geloof in mijn hoofd dat dit de winkelwagen is voor de verlenging en die andere is voor de toevoeging. Als ik bijvoorbeeld hierop klik, kan ik eventueel mijn winkelwagen ook weer verwijderen. Ik kan hem bewerken. Of als ik op dit logo klik, dan kan ik hem alsnog gewoon oppakken en gaan bestellen. Daarnaast dan zit ik dus echt in mijn lopende contracten zit ik dan dingen te wijzigen. Wat ik natuurlijk ook gewoon kan doen, is een nieuwe licentie bestellen. Ik klik hierboven op software. Nou, ik krijg hier eigenlijk een overzicht van de softwarepagina. Op basis van mijn historie op de website laat hij hier altijd een aantal populaire producten zien. Die word ik het vaakst heb aangeklikt. Maar ik kan ook een beetje per categorie kan ik zoeken. Hieronder staan de 2 mogelijke collections. En ik kan ook gewoon alle software bekijken. Nou, stel ik wil bijvoorbeeld gewoon een AutoCAD bestellen. Dan kan ik daarop klikken. Dan krijg ik allereerst de mogelijkheid om hem toe te voegen aan een van de lopende 3 contracten. Eigenlijk zijn het 4 contracten, maar 1 contract is binnenkort verlengbaar. Dus daar kan ik nu niks aan toevoegen, omdat die binnen een maand afloopt. Maar ik kan wel kiezen voor een van die andere 3 contracten. Nou, ook hier berekent hij automatisch dan de prijs voor de resterende looptijd. En stel ik wil dat nou helemaal niet, dan klik ik op niet toevoegen. Dan kan ik kiezen voor een contract voor 12 maanden of 36 maanden. Waarbij hij ook aangeeft dat de prijs voor 36 maanden de beste prijs is, omdat Autodesk daar op dit moment nog 5% korting op geeft. Ik kan kiezen voor wel of niet hulp bij installatie. En vervolgens zet ik mijn product weer in de winkelwagen. Krijg ik een pop-up om eventueel nog een ander product toe te voegen, support toe te voegen of een training toe te voegen. Nou, dat wil ik in dit geval niet. Dus ik ga weer door naar de winkelwagen. Nou, en vervolgens voegt hij hem toe aan de winkelwagen waar ik ook mijn verlenging in heb staan. Omdat ik ook bijvoorbeeld verschillende producten in één en dezelfde winkelwagen, in één en dezelfde transactie kan afhandelen. Zodat ik niet meerdere betalingen moet doen en meerdere transacties moet afhandelen. Dat is het wat voor betreft de licenties. Nou, we hebben natuurlijk buiten software ook nog andere dingen. We hebben bijvoorbeeld ook trainingen. Die zijn ook via kadek.com zijn die aan te schaffen. Daarvoor is het knopje trainingen hierboven. Hier laat hij een aantal populaire trainingen zien. Maar ik kan ook alle trainingen bekijken door op deze knop te klikken. En dan aan de linkerkant kan ik op een aantal zaken kan ik filteren. En daarmee wordt het aanbod hier aan de rechterkant wordt uitgefilterd. Stel bijvoorbeeld ik wil hier een AutoCAD basistraining bestellen. Kan ik op die training klikken. Nou, hierboven kan ik bijvoorbeeld kiezen tussen onze verschillende vestigingen. Ik kan verschillende trainingsdata kan ik hier bekijken. Ik zie ook meteen wat het resterende aantal beschikbare plaatsen is. Dus altijd met een maximum van 8. En hiervan zijn er dan nu nog 7 beschikbaar bij een training die plaatsvindt eind september. En vervolgens kan ik deelnemers toevoegen. Ik kan hier de deelnemergegevens invullen van de persoon voor wie ik de training wil bestellen. Maar ik kan hem ook voor mezelf bestellen. Nou, dan staat er een knop bij om heel eenvoudig mijn eigen gegevens toe te voegen. Dan zie ik hier in mijn winkelwagentje zie ik dan het product zeg maar, voor de personen die ik kan komen. Kan ik het in de winkelwagen zetten. En van hieruit is eigenlijk het bestelproces precies hetzelfde. Nou, dat is eigenlijk voor een stukje trainingen.
Daarnaast bieden we ook Kadek Experts aan. Kan ook via de webshop. Dan klik ik op Experts. Ik kan hier eventueel op expertises kan ik een expert zoeken. Maar ik kan ook gewoon het totale aanbod zeg maar, van experts kan ik bekijken. Dan klik ik op uitgebreid zoeken. En dan krijg ik eigenlijk een overzicht van alle experts die wij aanbieden. Alle consultants die we aanbieden. Aan de linkerkant hier kan ik ook bijvoorbeeld weer filteren op bijvoorbeeld gesproken talen. Op expertises bijvoorbeeld. Maar ik kan ook gewoon kijken naar welke persoon heb ik bijvoorbeeld al eens een keer eerder geboekt. En die zou ik nog een keer willen boeken. Nou, ik neem als voorbeeld hier even mijn collega Marco Tax. Via deze knop kan ik zijn profiel bekijken. Nou, ik kan hier zien wat zijn ervaring is en wat hij allemaal kan. En dan stel ik wil hem dus voor bepaalde werkzaamheden wil ik hem boeken. Nou, hier kan ik dan zoeken op locatie. Ik vul heel even in het adres van ons bij Kadek in Heerlen. Vervolgens zie ik hier een kalender. Die groene dagen, dat zijn dagen waarop hij sowieso beschikbaar is. En die rode dagen, die zijn op verzoek. Stel, ik wil Marco boeken voor 2 dagen die hij sowieso beschikbaar is. Dan klik ik deze 2 dagen aan. Klik ik op toepassen. Zie ik hier het bedrag wat mij dat gaat kosten. Klik ik op boeken expert. Hier kan ik dan aangeven voor welke werkzaamheden ik hem bijvoorbeeld zou willen boeken. En vervolgens gaat ook weer het reguliere bestelproces met het winkelmandje en het afrekenen lopen. Vervolgens krijgt Marco dan een bevestiging hiervan en zal hij contact opnemen om een en ander dan voor wat betreft die afspraak door te spreken. Dus dat is voor het stukje experts. Op het moment dat bijvoorbeeld in het verleden ooit een expert geboekt is of dat er ooit een training besteld is, dan zult u zien dat hier in dat drop-down menu ook een kopje mijn boekingen en een kopje mijn trainingen bijkomt. Nou, die hebben we in dit geval niet omdat we dat niet besteld hebben. Maar onder die kopjes is dan ook de historie van trainingen en de historie van expertboekingen te zien. Wat we wel hebben in dit geval is bijvoorbeeld mijn orders. Nou, als ik daarop klik, dan krijg ik eigenlijk de volledige orderhistorie te zien. Alle ordernummers, de organisatie waarop die geplaatst is, de factuurdatum of een factuur wel of niet al betaald is. Ik kan ook altijd een factuur nog een keer uitdraaien door hier op deze knop te klikken. Dan wordt eigenlijk de factuur opnieuw gegenereerd. Op deze manier kunnen we dat inzien. Daarnaast, als ik op het drop-down menu klik, hebben we ook een stukje service en support. Hetzelfde overigens wat hier te zien is, staat ook aan de linkerkant hier. En bij service en support kunnen we bijvoorbeeld zien wat al onze ingediende supporttickets in de historie zijn geweest. We kunnen daar rechtstreeks op klikken en dan komen we weer in het supportticket. Dus dan kunnen we ook zien wat toen de oplossing geweest is. Dan zit hier een knop om direct een nieuw supportticket in te dienen. En bij beheer kunnen we zien of we al dan niet een supportcontract hebben. Of dat we nog openstaande supporttickets hebben. Dat is in dit geval niet zo. Dus er zit ook meteen een knop om eventueel nieuwe supporttickets aan te schaffen. Ik zie hier, wij hebben geen beschikbaar supportabonnement. Dus zouden we die toch willen, dan kunnen we die hier bestellen. Dan stel ik wil dat bijvoorbeeld voor AutoCAD. Vul ik dat hierin, kies ik een supportabonnement voor AutoCAD. Zie ik dat dat €450 per jaar kost. En via deze knop voeg ik hem dan weer toe aan de winkelwagen. Dan kan ik vervolgens weer naar de winkelwagen en dan kan ik mijn bestelproces weer afronden. En dan nog tot slot, en dat is denk ik ook wel leuk om te laten zien. Als ik hier op het drop-down menu klik, dan zie ik, ik heb een Kadek Wallet. Nou, daar zit nu €441,33 zit daarin. Kadek Wallet is eigenlijk een soort spaarsysteem. En bij elke order die ik doe, maakt niet uit wat daarin zit, bouw ik Kadek Wallet Credit op. Dat is een jaar lang houdbaar. Nou, ik kan er ook even op klikken om te laten zien hoe die historie heeft plaatsgevonden. Ik heb bijvoorbeeld op 7 december 2020 heb ik 3 orders geplaatst. Nou, daarbij heb ik €25, €330 en €408 Kadek Wallet tegoed gekregen. Toen op 19 maart opnieuw een bestelling, €48 credit gekregen. En op 6 september wederom €36.
Nou, zoals ik al zei, blijft een jaar lang houdbaar. Dus een jaar later, na 7-12, is ook weer een deel van het tegoed vervallen. Later heb ik weer opnieuw tegoed opgebouwd. En dat komt nu totaal op een saldo uit van €441,33. Dit kunnen we inruilen op alle kaderproducten. Dus eigenlijk alles wat wij aanbieden met uitzondering van Autodesk. En om even te laten zien dan hoe dat werkt. Als ik naar mijn winkelwandje toe ga. En ik kies mijn winkelmandje. Kijk, hier staat Kadek Sport. Ik zit in mijn winkelmandje. En dan heb ik een knop, Kadek Wallet te goed gebruiken. En daarmee kan ik zelf kiezen welk deel van mijn Kadek Wallet te goed ik wil inzetten. Nou, in dit geval kies ik voor alles. Klik ik op inwisselen. Maar vervolgens trekt hij dat dan als Kadek Wallet als korting van mijn factuur af. En het kan zelfs zo zijn dat als ik bijvoorbeeld een training bestel die €900 kost. En ik heb €1000 in mijn Kadek Wallet. Nou, dan schrijf ik daar €900 vanaf. Dan hou ik €100 over. En dan heb ik een training bijvoorbeeld zelfs helemaal voor niks. Dat is een mogelijkheid. Nou, en nu in dit geval schrijf ik €441 af. En heb ik bijvoorbeeld mijn supportcontract bijna voor niets. Ik denk dat we daarmee aan het einde gekomen zijn van de demonstratie. Ik ga heel even terug. De presentatie. Ja, dat is prima. Ik ga even terug. Ik zie inderdaad een aantal vragen. Ja. Ja, gaan we dat even laten zien. De eerste vraag die gesteld werd, die is in de tussentijd wel al opgelost. Maar er werd de vraag gesteld, het wijzigen van gegevens. Dat kan ook via mijn Kadek. Ik weet niet of je dat even kort kunt laten zien. En ook even aangeven welke gegevens wel en niet gewijzigd kunnen worden. Ik ga heel even terug naar mijn contracten en producten. Dan staat inderdaad, ik wil bijvoorbeeld in dit contract. Ik denk dat het meer over de bedrijfsgegevens gaat, Pim. Dus via accountinstellingen. Oh, de bedrijfsgegevens. Ja. Ja, want wat ik inderdaad hier wilde laten zien met het pennetje. Ik kan dus die gebruikers, hè, wat ik net liet zien. Maar ik kan bijvoorbeeld ook hier automatische verlenging aan of uitzetten. Dus ook iets wat een klant zelf kan wijzigen. Maar hier bij de accountinstellingen kun je inderdaad ook, je kan je eigen persoonlijke gegevens kun je hier aanpassen. Je kan hier ook een wachtwoord kun je hierin veranderen. Je kan je organisatiegegevens kun je aanpassen, dus zowel het adres, maar ook de naam. En ook factuurgegevens kun je aanpassen. Het enige wat niet aangepast kan worden is het e-mailadres. Dus als daar een wijziging plaatsvindt, dan is het wel de bedoeling om dat via een van de andere kanalen aan ons kenbaar te maken. Omdat dan ook het nieuwe e-mailadres opnieuw geverifieerd moet worden en gekoppeld moet worden aan de bedrijfsgegevens. Oké. Okay. Ja, en dat kan inderdaad per mail, kan telefonisch en hieronder in is ook die chatknop waar ik het eerder over had. Ik kreeg nog de vraag gesteld over NetGraphic software. De persoon in kwestie gaf aan dat hij een ander overzicht had dan de Autodesk software. Inmiddels had hij al geconstateerd dat de NetGraphic software ook erin staat. Volgens mij hebben we ook voornamelijk overheidsinstanties in het webinar aanwezig. En naar mijn weten is vrijwel alle NetGraphic software is ook geïmplementeerd in mijn Kadek. Dus kan ook via die route verlengd worden. Ja, dat is allemaal onder mijn contract en producten is dat te zien. Ja, ja, klopt. Dan een hele goede vraag. Waar de vraag die gesteld werd is, kan iedereen binnen mijn organisatie de contracten wijzigen? Dat willen we namelijk niet. Dat is een goede vraag, die zal ik ook even beantwoorden. In principe zijn alle e-mailadressen die bij ons bekend zijn en gelinkt zijn aan het bedrijf of de instantie in kwestie, die kunnen, mits zij een geverifieerd Kadek-account hebben, kunnen zij de contracten inzien. Dus zij zien dan ook dit overzicht. Het enige wat zij niet zien is de orders, want Pim liet net een overzicht zien van mijn orders. Maar dat zijn alleen de orders die op dat specifieke mailadres geplaatst zijn. Dus als dat niet wenselijk is, dan is het wel handig om even bij ons terug te komen, zodat we een inventarisatie kunnen maken van welke e-mailadressen bekend zijn bij ons. Ja, dat is eigenlijk het antwoord op die vraag. Ik zie al dat de persoon een kwestie aangeeft dat het niet wenselijk is. Dus ik zal bij die persoon nog even terugkomen na het webinar. Dan nog een vraag. Het downloaden van nieuwe releases. Of dat ook via mijn Kadek kan.
Ja, die vraag krijgen we heel vaak gesteld. Er is eigenlijk een wezenlijk verschil tussen mijn CADAC, waar je dus Autodesk licenties en ook andere licenties kan bestellen. Maar het daadwerkelijke downloaden en het installeren van de software gaat via het portaal van Autodesk. Dus een separaat portaal. Dat heet manage.autodesk.com. En daar kan de contractbeheerder de licenties ook toewijzen aan de eindgebruikers. En vanuit daar kan ook de software gedownload worden. Dus het zijn echt twee separate omgevingen. Dan kregen we nog een vraag over een strippenkaart. Ja, een strippenkaart is een term die voornamelijk voor onze overheidsklanten gebruikt wordt. De strippenkaart zoals die vroeger, of zoals die nu ook nog wel eens gehanteerd wordt, die gaat niet vanuit mijn CADAC. Maar via mijn CADAC kun je wel diensten pas bestellen. Ik weet niet of je dat al hebt laten zien, Pim. Is in principe hetzelfde idee. Misschien kun je het heel even kort laten zien. Ja, als je inderdaad hier, want ik heb inderdaad die drie knoppen heb ik behandeld, maar we hebben er inderdaad nog een vierde knop naast zitten, en dat is diensten. Inderdaad, hier zie je de CADAC-dienstenpas. Dan klik even op meer. Dan krijg je eigenlijk een pagina met de uitleg over de CADAC-dienstenpas en ook een knop met direct bestellen. En ook hier, dat werkt in principe via hetzelfde systeem. Je kan kiezen voor remote of voor onsite. Je kan kiezen voor een los uur of een halve dag op het moment dat het om remote gaat. Maar als iemand onsite wil, kun je kiezen voor een halve dag of een hele dag. En vervolgens dan, ja, in dit geval hebben we het dan over de strippenkaart, hè. Dus dan gaat het vaak over meerdere uren. Dus je kan bijvoorbeeld inderdaad aangeven, nou, ik wil een remote voor een uur. Nou, en ik wil er bijvoorbeeld 10 stuks. Nou, dan rekent de prijs dan automatisch door voor 10 stuks. Dan zet ik hem in de winkelwagen. En nadat ik besteld heb, dan krijg je ook hier een kopje bij. En dan staat mijn diensten. En onder mijn diensten zie je inderdaad alle 10 dienstenpassen die je dan besteld hebt. En die kun je alle 10 afzonderlijk van elkaar op een gewenst moment kun je die inzetten. Kun je ze activeren en dan op dat moment wordt er achter de schermen bij ons een consultant gekoppeld aan die dienstenpas. Ja, en via mijn kader kun je dan ook bijhouden, eigenlijk op afroepen wanneer er uren ingezet moeten worden door een consultant van onze kant. En dan kun je precies bijhouden welke uren al ingezet zijn. De persoon in kwestie vraagt ook: moet een strippenkaart dan geen dienstenpas worden? Ja, dat is inderdaad graag wat we willen zien. Er wordt nog wel eens een ouderwetse strippenkaart verkocht. Maar in principe is dit wel de toekomst, ook voor al onze overheidsklanten. Om zoveel mogelijk met dienstenpassen te gaan werken. Omdat je dan alles centraal borgt. En ook makkelijk kunt bijhouden wat de status is. Dus daar zal ik ook nog even bij terugkomen op de persoon, bij de persoon in kwestie. Nog een laatste vraag. Je liet even zien de support tickets. De vraag wordt gesteld: kan ik dan vanuit de tickets ook doorklikken naar het support systeem? Volgens mij als je Volgens op mij wel. het We gaan ze even onderwerp klikt, proberen. word je naar het supportportaal gebracht en dan kun je daar ook de inhoud van het supportticket zien. Ja, en nu zitten we Dus dat wel doen nu we. aan de agentkant, dus aan de kant van ons als medewerker natuurlijk. Maar op het moment dat je daar op klikt, dan kom je gewoon aan de klantzijde van het ticket inderdaad. Oké. Dat waren de vragen. Ja, we hadden eigenlijk een kwartier of 20 minuten ingeschat. Maar we hebben iets langer de tijd voor genomen. In ieder geval bedankt. We zullen ook nog bij een Iets aantal mensen uitgelopen, maar terugkomen ik denk inderdaad als we daarmee. op de gestelde vragen. Yes. Ja, nou dan, ik wil iedereen bedanken voor de aandacht en de deelname. En inderdaad, zoals Bas al zei, we zullen nog terugkomen op de openstaande vragen. En iedereen zal ook nog een link krijgen naar de opname. Dus bedankt en tot ziens.